The goal of this project is actually to design, build and operate a highly efficient solar powered sustainable house. Op de campus, naast het auditorium, zijn de studenten van Team Virtue druk met het bouwen van een duurzaam houten huis. Mikpunt is de internationale duurzaamheidswedstrijd in het Duitse Wuppertal. Deze vindt volgend jaar plaats. Maar tot die tijd blijft het huis op de campus tentoongesteld. Eind juli moet het af zijn. The building has to be finished according to our own planning within 5 weeks from the start. So that means by the 30th of July. And this is because we will have a very tight planning during the competition and we will need to rebuild the house in only 2 weeks. So now we're trying to make it in 5 weeks. And then our official opening is on the 8th of October. So then in September we will still have some time to adjust the systems, especially the smart systems, and get it all ready to be visited. Een strak schema dus. En dat vraagt veel van de studenten, maar ook van de producenten en de bedrijven waar Team Virtue mee samenwerkt. Yeah, definitely. I think first of all, everybody is spending their part of their summer on site and building on site, which is I think something that requires a lot of motivation. Probably the biggest challenges are the relationship with companies, because we are in contact with more than 60 companies and most of them are producers, and some of them are doing a great job and they're taking us very seriously. Some of them, however, are not delivering in time, and we need to be really flexible in adapting our planning to these challenges that are coming from their side. So we need to also be very professional in the way we handle it. Toch is het zwoegen het meer dan waard. De studenten hebben namelijk een groter doel voor ogen dan de competitie alleen. Voor dit project was eigenlijk de motivatie om, vanaf het begin hebben we eigenlijk allemaal wel een drive om echt verandering te zien in de bebouwde omgeving. De grootste drive is natuurlijk duurzaamheid. We zien dat bouw en constructie is verantwoordelijk voor bijna 40% van alle CO2-uitstoot ter wereld. En ondertussen blijft ook steeds de vraag naar woningen in Nederland groeien. Dus op die manier willen we eigenlijk die twee uitdagingen aanpakken. En dat is wat we willen doen door middel van een competitie waar we aan meedoen. Door te laten zien wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst in de bouw. Het hergebruiken van materiaal hoort daar dus ook bij. De studenten gebruiken hout uit het paviljoen dat momenteel wordt afgebroken. Eind juli moet het huis dus af zijn en begin oktober staat de grote opening op de planning.